Ik heb nooit ideeën van tevoren. Ik heb je gezegd, ik begin eraan te werken. Op een gegeven moment sta ik 's morgens op. Ik zeg, nu ga ik een thriller schrijven. Ik heb een goed idee. Goeie zin. Eerste zin. Cleo, 15 jaar. Rood haar. Vader onbekend. Wie is de vader? Vraagt de commissaris. We kochten donorsperma, zegt de moeder. Waar? Bij een spermakliniek. In Brussel. De commissaris schudt het hoofd. Brussel sperma? Ik heb alleen een idee, ik ga een spannend boek schrijven en misschien zou er wat van sperma kunnen bijkomen of spermabanken bij kunnen komen. En dan begin ik de ganse dag, tik-tik-tik-tik-tik, zondags ga ik verder, tik-tik-tik-tik, zonder planning, zonder stramien, zonder iets. En op het eind heb ik een spannende thriller, 250 bladzijden, na 6 weken, 8 weken. Ik ben de Picasso van de thrillers. Klats, 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 klats. En s'avonds was het doek klaar. Zo schrijf ik een boek. Tik-tak, 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 de metronoom. Hij gooit zijn hoofd in zijn nek en tik-tak, tik-tak, de metronoom. Spert zijn neusvleugels wijd open en plots, bam, een schot. Nog een schot en nog een. Ik amuseer me tijdens het schrijven. Ik amuseer me. Ik vind het erg prettig om te doen. Ik ben geboeid door mijn eigen verhalen. En als de lezer ook geboeid is, dan zijn we toch allemaal tevreden.